Nou, ik ga even verder waar Dick eigenlijk gebleven was. Het is zo, op dit moment maken we gebruik van probes en canaries. En die gebruiken we om de binnenkant van het netwerk te scannen. Waar we dus servers die aan het internet hangen, kunnen gewoon van over het internet scannen. Maar binnen een netwerk kunnen we niet van buitenaf scannen, dus hebben we iets binnenin nodig. Nou, daarvoor maken we dus gebruik van de probe. Op dit moment is het zo dat een probe... wat er gebeurt is, de klant of de partner geeft van ons de gegevens door voor de probe. Dus de IP-adressen, de gateway, DNS-instellingen, welke reeksen gescand moeten worden. En vervolgens gaan wij met de hand daar een probe voor bouwen, waar we die dingen al van tevoren instellen. Op dit moment zorgt dat ervoor dat er nogal eens wat misgaat. Er wordt een keer een verkeerd IP-adres doorgegeven. Er blijkt toch dat er een verkeerd netwerk is doorgegeven. Er is een langere doorlooptijd. Het duurt bij ons even voordat we die probe gebouwd hebben. De probe moet beschikbaar gesteld worden voor de klant. Dat moet weer gedownload worden. En dan raakt wel eens iets corrupt. Dus eigenlijk het hele proces is een beetje langdradig op dit moment. Het komt uiteindelijk altijd wel goed, maar het duurt gewoon te lang. Wat we daarvoor bedacht hebben is dat we een aantal standaard images hebben. Die eigenlijk voor elke klant gelijk zijn. En die in de omgeving van de klant gepersonaliseerd worden. Dat betekent dus je downloadt een standaard image. En die standaard image, kan je daar de IP-adresgegevens in opgeven. Ik ga even laten zien hoe het ongeveer eruit komt te zien. Het kan nog een beetje veranderen, maar dan krijg je in ieder geval een beetje een beeld hoe dat straks gaat. Stel dus dat je een probe hebt verkocht bij een klant en dat wil gaan inregelen. Dan kan je hier een standaard image downloaden. Zoals je kan zien is dat op basis van een aantal standaard hypervisors en platformen. Bijvoorbeeld VMware, Hyper-V of een Raspberry Pi. Ik ga even laten zien hoe het ongeveer in zijn werk gaat. Wat je dus doet, je downloadt hier de image. Die importeer je in je eigen VMware-omgeving. En vervolgens kan je dat via een soort wizard activeren. Op het moment dat je de eerste keer de probe opstart, krijg je deze wizard te zien. Waar je dan zelf de probe of kanarie helemaal kan configureren. Eerst moet je een wachtwoord kiezen. Nou, het moet uiteraard een sterk wachtwoord zijn. En dat wachtwoord heb je later nodig als je opnieuw de probe wil configureren of een IP-adres wil wijzigen of bepaalde instellingen. Vervolgens kan je aangeven of die via DHCP of via een statische IP verbonden moet zijn. Dit zijn even de instellingen die ik in dit geval ga gebruiken. Vervolgens worden er wat netwerktestjes gedaan om te kijken of de internetverbinding goed werkt. En vervolgens wordt gevraagd een activatiecode. Nou, zoals je net zagen, wordt er op het moment dat je een probe bouwt via de wizard van Dick een activatiecode gegenereerd. En die vul je hierin. En op basis daarvan wordt er een bepaalde configuratie automatisch gedownload. Je ziet die verbinding maakt met onze activatieservers. Er wordt automatisch een beveiligde VPN-verbinding opgezet. Daarnaast de updates worden geïnstalleerd. En zoals je ziet staat er nu inmiddels ook probe in de titel. Daar stond er nog appliance. Dat komt omdat de configuratie in dit geval klaar staat ook voor een probe is. Dus dat ziet hij en van dit moment is het dus officieel een probe. Hij geeft aan dat de configuratie klaar is. En op het moment dat hij nu herstart wordt, is hij gelijk actief. Dus eigenlijk kan je op deze manier in een paar minuten een probe bij een klant activeren. En er is niet heel veel handwerk van ons en testen van ons ook voor nodig. Ik kan nog even ons interne chat laten zien. Op het moment dat die verbindt, zou die hier ook bij moeten komen te staan. Het is een beetje een log. Nou, je ziet inderdaad dat er net een logregel bijgekomen is. Om 16:02 is er een probe verbonden. En hier zie je wat interne gegevens die wij gebruiken om te kunnen testen bijvoorbeeld. Dus deze is nu met ons verbonden en kan gaan scannen. Dat is eigenlijk wat ik even wil laten zien aan jullie.